Oké, dit is wellicht een beetje onverwacht. Maar goed, dat moet je met mij gewend zijn dat dit onverwacht kan zijn. Maar dit is iets wat ik al lang wil doen. Dit is een game die ik zelf echt heel leuk vind. Ik ben er niet heel geweldig goed in. Misschien komt dat nog wel. Maar ik... dit is een spel... Dat heb ik gezien bij de YouTuber Not Online. En ik heb toen aangeschaft. En ik vind het een geweldig spel. Nogmaals, ik ben er niet extreem goed in. Dus... Please, don't shoot me. Ik zit heel even te denken of ik er de tutorial in ga gooien. Dan zou het... Ja, weet je wat, we gooien gewoon de tutorial in een prachtige video. Dan kan ik een beetje rustig uitleggen waarom het zo geweldig is. Kunnen jullie ondertussen lezen wat het is. Dit zijn de hitpoints. En dit is de kracht waarmee je kan slaan. Oké. Nou, gaan we die nog daar doen. Kan ik hem naar boven doen. En turn. Krijg ik die straks. Komt er een extra figuur bij. Kijk. Zo. Is hij eraan? Woehoe. Kijk. En de attack range is 1. En dat kun je zien. Zo. Even kijken. Moves 1. HP. Action 0. Power 3. Ik dacht dat dat... Nou. Oké, mana kost. Dat houdt in, dus bijvoorbeeld als je het wel gebruikt, dan krijg je extra kaarten. Gebruik je het niet, dan krijg je minder kaarten. Dus dan moet je echt goed op letten. En... het is bleh. Hard discarded. Nogmaals, ik zou... Kijk, het is niet een geweldig idee om dat te doen. Maar... Ik ben van mening dat je beter een kaart kan behouden. Er is niemand die geheeld moet worden, want oh ja, hij. Waarom? Hij is toch gewond of niet? Nee, hij is niet gewond. Enter. Nou is hij wel rond. Maar goed. Je kunt het dus overal plaatsen waar andere figuurtjes staan. Om het zo maar te zeggen. Wees daar slim over rond. En nogmaals. Plaats iedere keer iets. Ik heb een keer een ronde gehad. Dat. Hoe heet het? Dat ik een ronde had te plaatsen. En ons gelijk afgelopen, hè? Maar goed, laten we beginnen. New hero. We pakken gewoon de standaard hero class. Met de basic card deck. Dat is de reden met wie ik het meest speel, dus... laten we gaan beginnen. We gaan gewoon lekker met standaard naam. Daar gaan we niet moeilijk over doen. Normaal zit er een stem bij. Ik weet niet waarom dat nou niet is. Hallo game? You okay? Oh, ik dacht dat er altijd een stem bij zat. Misschien dat het veranderd is, want er is pas een update geweest, dus... Creepy. Oké, ja. Hallo. Sealed door. Oké. Daar kunnen we dus niet naartoe. Ah, joepie, baas. Fight. Ah, ik had moeten kijken naar de enemy deck eigenlijk.
Ik heb nou niet eentje waarvan ik zeg van nou, daar wil ik vanaf. Keep all. En zeker niet omdat het gewoon... Moet je kijken hier, 5 kaarten. Deze, die... Ik zal even kijken of ik een goede beschrijving ervan kan krijgen. May move and act immediately when summoned. Dus ik kan hem al vooruit zetten. Ik ga het niet doen. Want anders dan krijg ik dat probleem mee. The Guardian. The first time an enemy moves or is summoned into an objective space, attack it once. Dus als hij bij wijze van spreken, dat kan niet, omdat hij alleen maar hierheen. Een reetje hier wegzet, dan valt hij hem hoe dan ook gelijk aan. Kijk. The amount of damage dealt during an attack. Oké, dan gaan we hem gewoon gelijk doen. Dit doen. Hallo? Dat je nog. Ah, ik heb geen mana. Oké. We gaan hem extra shield geven. End turn. Ik had helemaal niet opgelet dat ik geen mana had. Dat is een beetje dom. Wat ga ik doen? Want het is zo overigens. Op het moment dat jouw baaskarakter er aan is, is de ronde voorbij. Dus dat geldt ook voor de dingen natuurlijk, voor de bad guys. Maar zodra mijn baas eraan is, dan is er nog bij. End turn. Oh wow. Serieus? Kijk, zo snel is het, zo makkelijk is het dus om te vergeten dat er meer te doen is. Dit zijn overigens range attackers. Mijn persoonlijke favorieten. Holy shit, we bouwen het nou al snel vol, zeg. Not enough mana. Oh. Hey, dat is veranderd. Ik moet er even goed op letten. Auw. Oké, ik ga die opzij schuiven, want die heeft kan hij aanvallen. En dan mag de baas het afmaken, hè. Krak. Woehoe! Victory! Loot! Loot systeem is gewoon heel simpel. Je kunt 2 kaarten kiezen. En als ze goed zijn, behoud je ze. Als ze niet goed zijn, dan behoud je ze niet. Een hand axe. Minion. Splash range. Move zero. Zeg het deze niet echt extreem slecht, dus die nemen we sowieso mee. Ja, die nemen we ook gewoon mee. Dit is de blacksmith. Die kaart kan. De eerste is gratis. De rest moet je voor betalen. Zoals gezegd, ik vind de range altijd geweldig. Dus die heb ik even verhoogd. En de rest moeten we voor betalen, dus dat gaan we niet doen. Gaan we deze doen? Het ziet er niet heel spannend en geweldig uit, maar het is wel heel... Nogmaals, het is echt heel leuk. Dat zweer ik echt. Nou, gaan we gelijk die wegzetten. Ik zie wel dat mana inderdaad heel veel... heel veel meer invloed heeft op dit moment. Enter. Dan was dat toch veranderd. Ik dacht dat dat echt serieus hetzelfde was. Dat... Ja, nou ja. Oh, ho. Woe. Hij moet in range zijn natuurlijk. Huppa. En dan mogen we nog trekken. Ik zou hem kiezen.
denk dat het makkelijkste is hem, want hij is wat nou, end turn. Dit is veel te pakken. Ah, no, please. Ah, het staat een unit voor natuurlijk. Zeker. Oké, veel schade doe jij toe. Ik heb nog toe over. Dag. Gewonnen. Dat is wel een stuk B. Ik moet heel even bij de handen nu opzet. Potion altijd kijken. Healing potion nemen we sowieso mee. Spel of minion. Spel of minion. Ik heb nog niet echt een useful spel gezien. Maar goed, misschien of het gewijzigd is. Wat ben jij? Intimidate. Reduce the power of enemy minions ejected to your hero by 3. Niet slecht. Oké, deze ga ik altijd voor deze, want je zult zien dat uiteindelijk kom je echt op punten terecht en je denkt van HP. Take warriors. With 3 warriors in total cost you. Hey, you. Take these 3. Destroy this place. Oké, okay, nou. Hey, extra kaarten zeg ik nooit geen nee tegen, weet je. Excuus. Het hoesten was onnodig. Even kijken. Healing potion heb ik niet echt nodig natuurlijk, hè. Ja, jou gaan weer boven. Oh, dat was niet de sterkste. Wat was het met jou? Oh ja, de adjacent dingen. Dat was makkelijk. Die gaan we nog daar op kasten alvast. En dat was het dan, hè? Ja. Kijk, dat had ik al gehoopt. Dat het zou gebeuren. Oké, dat is mooi. Wat ben jij? Crimson Guard, first time an enemy moves or something. Ja, want ik vind dat vrij bruikbaar. Oké, deze ga ik hier wegzetten. Deze hier. Dan zit mijn mannen. Ja. Oh, wat is dat? Your turn. Daar was ik al bang voor dat het zou gebeuren, dit. Die is eraan. Gaan we jou hier wegzetten als... Hoe heet het? Gaan we jou een beetje buffen, want ik wil niet dat jij er gelijk al aangaat. Wat doe jij extra mee? Attack up to the number of squares indicated away. Splash is also the... sure. Dat was het alweer, ik heb er nog eentje. Het is altijd, wat ik zeg, het is zonde om het te... Kijk, haha. Kijk, kun jij het doen? En met een beetje mazzel. Bam. Bam! Dood! Oké, ik hoop nou dat wat ik ga doen niet zorgt voor het feit dat mijn harde schijf disconnected raakt. Want ik zit met mijn been onder, mijn andere been en mijn been begint een beetje te slapen. Dus bear with me als hij disconnect. Hij heeft het niet gedaan, dat is mooi. Loot. Minion. Wat doe jij? Copies are cards created by other cards or enemy effects.
Ik weet niet of dit degene is die ik al eens een keer gebruikt heb. Potion altijd checken. Is het weer een healing potion? Yes. Potion altijd meenemen.